Van harte goedenavond. Welkom bij deze live uitzending van de Communicatiedienst Suriname, waarbij wij een gesprek zullen hebben met de heer Karel Eckhorst, die voor Suriname de hoofdonderhandelaar was in het IMF gebeuren. Wat er aan de hand is, is dat we vanaf het aantreden van deze regering hebben gezocht naar manieren om ervoor te zorgen dat de economie in balans weer is gekomen. Er is een lang traject afgelegd en een resultaat of een van de haltes van dat traject dat is afgelegd is dat er een onderhandeling heeft plaatsgevonden met het IMF, waarbij er vandaag uiteindelijk een finaal besluit is gekomen regarderende Suriname. Wat wij met u willen doen is dit besluit dat er is bespreken met de heer Karel Eckhorst als onderhandelaar. Hij zit nog steeds daar. U moet weten dat de procedure is dat vanuit het IMF er een rapportage moet komen, officiële rapportage. En na de officiële rapportage vanuit het IMF volgt dan de berichtgeving van de Surinaamse overheid. Ik moet u meedelen dat dat moment dus nog niet is aangebroken, maar a priori, of tenminste als voorloper op dat officieel bericht, doen wij vandaag een gesprek met Karel Eckhorst. De communicatiedienst was vandaag op straat om te peilen bij de burger hoe deze boodschap van het IMF bij de burger leeft, wat er in de harten van de burgers leeft en hoe zij denken over IMF en wat dit traject wat Suriname te wachten staat voor ons zal brengen. Het mogen duidelijk zijn dat van de kant van de communicatiedienst of van ondergetekende er geen felicitatieboodschap naar de samenleving gaat. Als die zou gaan, dan zou het alleen maar zijn gefeliciteerd dat wij op weg zijn om onze economie op rails te krijgen. Maar het mogen duidelijk zijn dat we niet in een mineurstemming zijn, maar ook niet in een hoera-stemming zijn, omdat wij weten dat dit betekent, wat het betekent om onderdeel te zijn van een IMF-programma. En wij weten dat er offers gebracht worden op dit moment door de samenleving. En het is alleen maar goed om te weten wat aan de andere kant van die offer staat, hoe de economie in balans gaat komen en hoe dat zich uiteindelijk gaat vertalen voor u. We brengen u mee naar beelden geschoten eerder op de dag waarbij we de man van de straat vragen hoe hij IMF ervaart en wat hij denkt dat in het verschiet is. En om genderbalans erin te houden, de man en de vrouw van de straat. Kijkt u met ons mee. Drie vragen die we vandaag op straat zullen stellen zijn: wat weet jij van IMF? Wel weer, voor IMF, dat moet je bekennen aan IMF weer. Voor IMF, IMF, IMF. Maar je stapt zijn inhoud voor IMF? Ik ben maar tegen, want de stakjes zijn vorige regering. IMF, IMF, IMF zijn bij roddel, roddel. Dus, ik ben maar tegen, en ook voor de meer. De meetak, dat is niet meer. Ik ben maar tegen, ik kan die kamer ook niet zien zo. Nou, ik heb er wat van gehoord, maar ja, toch wel zo. Wat heb jij gehoord? Nou, dat ze leningen verstrekken aan landen. Ja. Ik heb het niet gevolgd hoor, eerlijk gezegd. Maar je hebt wel van IMF gehoord? Ja, tuurlijk. Wat vindt u van die IMF? Ik vind het een strop voor ons. Een strop. Waarom? Omdat het is bewezen in de wereld, toch? Overal waar IMF komt, gaat het mis. Wel, zo ben ik tegen. Heeft de maatregelen van even monikon, dat kan bongi nu. Is dat niet? Zeker. Maar dat kan de lausaka, toch? Kan je de sanosaka prijs. Ja, toch? Abonos panda trajari da wo lukus opsa anomi yusre foshi wo lukus opsa in de wekri nangafa a leef omstandigheid voor desma ogo trajari minus pare. Aldus de woorden van enigszins bezorgde burgers. We zijn er niet alleen, we zijn er met de hoofdonderhandelaar voor de IMF namens Suriname de heer Karel Eckhorst. Heer Eckhorst, goedenavond. Goedenavond, heer Roosveld. Goedenavond, Peter. Er is veel gezegd. U heeft de meningen en percepties vanuit de bevolking kunnen zien. We gaan proberen om bij deze uitzending zo laagdrempelig mogelijk te zijn om dit dicht bij de beleveniswereld van het volledig Surinaams volk te brengen. Maar voordat we
antwoord geven op al de vragen die zijn gesteld. Vooral de laatste vraag die de burger heeft gesteld toen hij zich afvroeg. Ik denk dat u daar antwoord op kan geven. Is het toch goed om te vragen? De onderhandeling is geweest met IMF. Het eindresultaat is daar. Formeel weten we dat het resultaat nog niet geformaliseerd of formeel naar buiten is. Maar we krijgen toch van u de gelegenheid om te vernemen wat er precies daar is gebeurd en wat er uit de bus is gekomen. Wij luisteren naar u. Bedankt, heer Roosveld. Net als wat u zegt, formeel komt er nog een pressrelease van het IMF, ook vanuit de regering, het ministerie van Financiën, waarin duidelijk wordt aangegeven wat er is bereikt en natuurlijk de inhoud van dat programma. Om in te gaan op de laatste man van de straat die heeft geïnterviewd, kan ik dit van zeggen. We moeten beginnen met aan te geven dat het IMF geen armoedevraagstukken oplost. Het IMF gaat ook niet de grote problemen van Suriname oplossen. Wat het IMF doet, is dat het IMF ondersteunt, het regeringsbeleid ondersteunt, vooral het regeringsbeleid dat te maken heeft met het macrofiscale deel, namelijk hoe kunnen we door orde op zaken te stellen in onze overheidsfinanciën, in ons monetair bestel, ervoor zorgen dat in elk geval die neergang in de economie stopt, afremt. Daar komt dan de ondersteuning van IMF bij kijken. Er worden dan maatregelen getroffen, maatregelen die door de regering zelf zijn geformuleerd. Wat het IMF doet, is dat het IMF zegt, kijk, een aantal van deze maatregelen had je al 20, 30 jaar terug beloofd door te voeren of uit te voeren. Hij heeft het niet gedaan. Wat wij van je vragen is, wil je dat het programma succesvol is? Dat je het wel doet binnen de 3 jaren die zijn gesteld voor, die zijn vastgesteld voor dat programma. En dat is wat een van de kijkers aanduidt als de mouwpot drukt op ons. Maar het is geen druk vanwege dingen die zij willen dat wij moeten doen. Het is de druk van dingen die wij zelf moeten doen om onze economie op spoor te krijgen, maar die we niet doen. En vandaar dat we om de zoveel jaar weer terugvallen naar hetzelfde. Veel mensen beschrijven het als te zijn, Jan is politiek. Ik ben geen politieke deskundige, ik kan daarover geen uitspraak doen. Maar ik kan wel voor wat betreft het economische aangeven dat we steeds weer terug geraken in een soort cyclus. Een cyclus van prijzen van natuurlijke hulpbronnen die we produceren en die we exporteren. Zolang het goed gaat met de prijzen, dan zien we een opleving in Suriname. En dan natuurlijk vaart de politiek daarmee mee. Maar zodra er een val komt in de prijzen, dan merken we wel dat die Surinaamse economie niet de schokabsorbers heeft om die neergang op te vangen. Dus daar moeten we iets aan doen. We kunnen niet steeds blijven zeggen, of niet steeds afhankelijk blijven van internationale prijzen van goud en olie en bauxiet. Wanneer die goed gaan, dan doen we mooie dingen. En wanneer die niet goed gaan, dan vervallen al die mooie dingen. We hebben mooie dingen met dit land gedaan. We hebben een paar mooie dingen op poten gezet. Maar we hebben ze steeds weer gekoppeld aan die afhankelijkheid met die natuurlijke hulpbron. En wanneer dat komt te vallen. Wat we ook niet hebben gedaan. We hebben ook niet gewerkt aan het herverdelingsmechanisme. Het land verdient zoveel inkomen. Het land heeft zoveel inkomsten. Allerlei sectoren. Ondanks het feit dat we een smalle productie- en exportbasis hebben, wordt er genoeg verdiend om eigenlijk iedereen een redelijk leven te geven. Maar het herverdelingsmechanisme hebben we kapot gemaakt. De instituten die ervoor moeten zorg dragen dat het inkomen wordt verzameld en het inkomen gelijkelijk, ik herhaal, gelijkelijk wordt verdeeld over iedereen,
naar draagkracht en inzet natuurlijk. Want ik ga iemand die de helft van de dag op zijn lauwere ligt niet evenveel compenseren als iemand die hard werkt de hele dag. Maar laten we het gelijkelijk verdelen. Die instituten hebben we verswakt. We hebben ze kapot gemaakt en sommige bestaan er niet eens. Dus nogmaals, als je kijkt naar het programma dat vandaag is goedgekeurd binnen de uitvoerende raad van bestuur van het IMF, dan zal je zien, men praat over 28 structural benchmarks. Dat zijn 28 maatregelen die te maken hebben met herstructureren van de Surinaamse economie, zowel het overheidsfinancieel gedeelte als het monetair gedeelte. Dan zal je zien dat die te maken hebben met dat wat scheef ging, proberen recht te trekken. En natuurlijk, ik onderschrijf alles dat de mensen die u interviewt op straat, ik onderschrijf alles dat ze hebben aangehaald, dat dat pijnlijk is. En waarom is het pijnlijk? Omdat we al die tijd met die scheve economie zaken hebben gegeven aan die bevolking, die we nu met het rechttrekken van die economie moeten verminderen. We moeten ze verminderen. Anders krijgen we die economie niet recht. We kunnen mooi weer spelen en op dezelfde voet doorgaan. Dat kunnen we. Maar gelooft u me, als we onze kinderen en kindskinderen lief hebben, doen we dat liever niet. Het is pijnlijk. We gaan even nu die pijn... We gaan even moeten doorbeten. Maar ik zei het al in een eerder interview. Alles staat en valt met leiderschap. Indien het leiderschap, indien alle koppen in één richting gericht zijn, en we het menen met dit volk en zeggen, we gaan ons als staatsmannen en staatsvrouwen opstellen. We gaan die pijn nemen, we gaan die klappen nemen, we gaan die couscous nemen. Maar we nemen het omdat we weten dat we het goed willen hebben, dat we het goed willen doen voor deze samenleving. Dan zijn we binnen een jaar, komen we uit deze problemen. Nogmaals, vaak uit de structurele problemen zich als financiële problemen. Dat zijn vaak geen financiële problemen, het zijn vaak organisatorische en leiderschapsproblemen. En ik wil dan een van die heren die aangaf, we hebben gezien hoe het IMF in Afrika heeft huisgehouden. Helemaal gelijk. Er is veel geëxperimenteerd, niet alleen in Afrika. Ook in Latijns-Amerika, ook in het Caribisch gebied. Jamaica is een mooi voorbeeld waar er een aantal IMF-programma's zijn uitgevoerd. Maar ik hou Jamaica vast, omdat ik dan direct wil aangeven dat, maar er zijn ook voorbeelden in onze regio waar het met een IMF-programma beter aan toe gaat. Er is diezelfde Jamaica en Barbados. En dan zult u zich afvragen, maar wat is zo plotseling veranderd in Jamaica? Hebben ze misschien een andersoortige programma in Jamaica uitgevoerd dan al die jaren daarvoor? Nee, het zijn ongeveer dezelfde programma, maar leiderschap is in Jamaica veranderd. Inspirerend, sterk, daadkrachtig leiderschap heeft daarover genomen. En zij hebben gezegd, we gaan de problemen van Jamaica gaan we oplossen. Maar we hebben een beetje ondersteuning nodig van die internationale gemeenschap. En we gaan aankloppen bij IMF. Maar IMF gaat passen binnen onze ontwikkelingsstrategie, ons ontwikkelingsdenken. Ze zal niet leidend zijn, maar ondersteunen. En hetzelfde is ook gebeurd in Barbados met premier Mia Motley. Ook een heel strak IMF-programma uitvoerend. Maar het zijn grote leiders, het zijn sterke leiders die aangeven. Wij geven de richting aan. En wij bepalen wat vooral IMF speelt in het geheel. En we gaan met IMF en CD. Dus dat wil ik even meegeven ten aanzien van de eerste opmerking, de eerste vragen die zijn gesteld. Een wijs man waarmee ik vandaag in gesprek was, zei, er is geen reden voor hoera. Er is hooguit sprake van vertrouwen in het plan van Suriname. En eigenlijk ging hij door om te stellen dat we moeten gewoon doen wat we moeten doen. En hij rijmde het bitter in de mond, maakt de economie gezond.
Heeft hij gelijk als hij zegt dat wij niet in een hoera-stemming zouden moeten zijn? Ik onderschrijf de kwalificatie die u heeft gegeven aan die man. Het is daadwerkelijk geweest. Nogmaals, welvaart komt niet over rozen. We gaan er hard voor moeten werken. Offers voor moeten brengen, zware offers. En ik blijf erbij, de zwakste in de samenleving moeten ondersteund worden. Omdat je in onze samenleving, en ik vergelijk Suriname niet met Afrikaanse landen of andere heel arme Zuid-Aziatische landen of een Haiti in onze regio. Maar we moeten wel onderkennen dat er mensen zijn in Suriname die echt niet meer kunnen. Die dagelijks opstaan en het is steeds weer een puzzel 's morgens wanneer je naar de kinderen kijkt en je moet afvragen hoe stuur ik deze kinderen naar school? Zonder goede kleding, zonder goede schoenen. En nog erger, zonder voeding. Dus we moeten onze ogen daarvoor niet sluiten. Maar die mensen moeten ondersteuning krijgen. En binnen het programma, binnen het herstelplan, het Surinaams opgezet herstelplan. En gesanctioneerd door het parlement en door het IMF. Zijn er enorm veel mogelijkheden om sociale klappen op te vangen voor deze groep. Maar ik geef die wijsman gelijk. Het gaat niet, we gaan moeten doen wat we moeten doen. En nogmaals, als we dat doen, denk ik dat we ook voor niet al te lange tijd een stuk beter zullen hebben. Is het een goed ding? Ik heb het niet verstaan, maar eigenlijk is het een goed ding. Als je een boer hebt, dan is het een goed ding. Ik begrijp dat, dat is belangrijk. Ja. Voor zover ik weet, ik ga u eerlijk zeggen, ik volg het niet, dus ik weet het niet. Ik kan niet met zekerheid, omdat ik het niet volg. Ik ben een keer aan de stad. Je ziet nu de situatie bijna konden tot aquí. En je wakker ze schreven. Je ziet ook de maskap subsidie af als aan de Mampuru. En je ziet, als je volgt, je ziet de prijzen in de winkel. Je ziet de pompstation best in de Gualuk toe. De stad, IMF heeft tot drukken in de man. En de Mabis Gombe in de drukken. Als je mij vraagt, ik zou het precies weten. Ik ben geen econoom, maar we hebben toch staatsolie. Dus ik zou meer daarover willen weten. Wat gebeurt er met al die bronnen die we vinden? Wat gebeurt er met al die delfstoffen die we hebben? Alles wat goed is voor Suriname vind ik goed. Dus ik hoop dat we een goede keuze hebben gemaakt. De tweede vraag die we stelden aan de man op de straat was in principe, is de stap naar het IMF een goed ding? U heeft gesproken over wat het vergt om naar IMF te gaan, sterk leiderschap om het te volbrengen. We mogen ervan uitgaan dat wij dat leiderschap hebben, omdat dat leiderschap ons heeft gebracht naar het punt waar wij nu zijn en we deze deal met IMF op tafel hebben. De vraag die gesteld is aan de man van de straat en die de man van de straat zichzelf misschien ook stelt, is de gang naar het IMF een goed ding voor Suriname op dit moment? Ik heb in eerdere vraaggesprek ook aangegeven dat we niet in hoera-stemming zijn. Ik heb in een eerdere vraaggesprek ook aangegeven dat als we het punt bereiken dat we bij het IMF gaan aankloppen, een land zo rijk aan hulpbronnen, een land zo rijk aan kennis, Surinaams volk is een heel slim volk, en je manoeuvreert het land zodanig in een richting dat we op een gegeven moment moeten gaan aankloppen bij het IMF. Dan zijn we heel ver weggezakt. Dan behoren we echt tot de slechtste in de wereld als we zo ver zijn weggezakt. Maar op dit moment hebben we die keuze niet. Ik ga u eerlijk zeggen, ik ga met iedereen die discussie aan. We hebben die keuze niet. Dan het IMF te vragen om ons ambitieus programma, ons ambitieus plan te ondersteunen. Als die keuze er was, zou ik ook de eerste zijn die zou adviseren van klop niet aan bij het IMF. Er zijn andere mogelijkheden. Maar op dit moment hebben we die keuze niet. En ik zeg het niet vanwege het geld dat we van IMF krijgen. Een van de vrouwen van de straat gaf het mooi aan. Ja, maar we hebben een staatsolie.
Als je alleen maar zou kijken naar de marktkapitalisatie van staatsolie, is die 688 miljoen die we kregen van IMF niks. Het gaat niet om het geld, primair. Het gaat om de herstructurering die met het pakket meekomt. Ik wil het nog mooier zeggen. Als we op dit ogenblik, zonder die herstructurering, straks de miljarden gaan verdienen die uit olie en gas komen, en we hebben dezelfde structuur in place die we in place hebben de afgelopen 40 jaar, 35, 40 jaar. Misschien met daartussen wat onderbrekingen. Als we met die structuur gaan naar richting miljarden inkomsten voor de overheid en voor het land, valt dat heel systeem als een kaartenhuis in elkaar. Het systeem zal die rijkdom niet kunnen dragen. Het systeem moet geherstructureerd worden om die rijkdom te kunnen dragen. En ik had het zo net over het herverdelingsmechanisme. Om optimaal die grote inkomsten straks te kunnen herverdelen onder het volk. En wat denkt u dat gaat gebeuren? Het is scheef gegaan en fout gegaan bij mindere inkomsten. Wat denkt u dat gaat gebeuren als we zoveel inkomstenbelasting gaan binnenkrijgen? Een zeer kleine groep en een steeds kleiner wordende groep zal heel snel heel rijk worden. En we zullen Nigeria toestanden in Suriname krijgen. Waarbij we een van de 10 grootste olieproducerende landen in de wereld zijn. Maar 70-80% van ons volk leeft onder de armoedegrens. En dat willen we niet. Vandaar dat ik zeg, het uitnodigen van het IMF om te ondersteunen, heeft voor mij niet zoveel te maken met het geld dat ze brengen, maar meer die expertise en die kennis die ze binnenbrengen om ons te helpen die economie te herstructureren. Dat is voor mij het belangrijkste. Omdat ik al heb meegemaakt samen met u, misschien heeft u het niet zo kunnen conceptualiseren als ik, maar ik heb al Dutch en Resource Cursus in Suriname meegemaakt. Met olie, met goud, met bauxiet. En we hebben verschillende episodes daarvan meegemaakt. We zijn in een boomcycle terechtgekomen in 2004, 2005 voor wat betreft onze natuurlijke hulpbron. Prijzen begonnen te stijgen van olie, van goud. En die boomcycle heeft 10 jaar geduurd. En precies in 2013, 10 jaar verder, vallen de prijzen. En valt onze economie ook bijna als een kaartenhuis in elkaar. En precies 2 jaar daarna kloppen we in 2015 aan bij het IMF. Terwijl we 10 jaar enorme boom hebben gehad in inkomsten. Hoe komt dat? Als we dat niet corrigeren, verwacht ik dat weer over 10 jaar. En dat willen we niet. En wat zal het betekenen voor de burger van Suriname? Heel weinig. Voor de zakenmensen gaat het wel wat betekenen. Maar voor de Surinaamse burger heel weinig. Wat? Geld lenen? Ja, het kan positief zijn, maar het kan ook negatieve gevolgen hebben. Dat weet ik wel. Want als je dat geld niet goed besteedt, toch? Dan komt het ten nadele van het volk, toch? Dat weet ik. Misschien verbetering, maar nog een schuld erbij. Wat zeg ik, een strop? Als het voor het land een strop is, we wonen in het land, gaan wij geen strop krijgen? Of gaat het ons niet stroppen? Ja, toch? Nou, wat ik hoor dat de regering lening heeft, gaat nemen bij IMF. Ik denk dat het veel slechter gaat worden. Want die eisen wat ze stellen, wat de regering moet toepassen, mensen die in dienst zijn, dus dienstinkrimping en zo. En verhogingen, ziet u wat er nu gebeurt in het land, van alles zo'n beetje. Dus ik denk dat het veel slechter gaat worden, hoor. Met al die leningen en zo. Dan wil ik dan direct stappen naar de derde vraag die we hebben gesteld op straat. U heeft het steeds over de herverdeling gehad. Sang a sma ine oso sang nakande wa ambtenaar of omtje ondernemer, omtje rokomang. Sang emus verstang in a her IMF toridis. Wat gaat de kleine man daaruit merken, want we krijgen 688 miljoen. Will it trickle down to the man in the street? Gaat de kleine man er iets van merken? Of gaat het alleen maar geld zijn dat bestemd zal zijn om de economie te versterken? Luhu,
Ik gebruik wel een woord dat we trickle down. En altijd met takkie. Trickle down en dan automatisch zijn. Ik denk dat je naar lucht toe boem, dat automatisch de one naar onder of hier aan boem. Nee. Ik denk dat je naar lucht toe boem, ik ga naar lucht toe. Ik moest met beleid voor mijn kassaka gaan onder zijn. En ik ga automatisch. Trickle down, ik ga automatisch. De Amerikanen proberen in de jaren, eind jaren 70, 80, de Reaganman, de man bij elkaar, de man, neoconservatief man. Ze hebben tak van, ja. In Spanje is er een sociaal maatregel. Ik kan ook boem naar de economie. Dat de man dat je dan onder zijn schrijft of hier aan boem. En die klap hebben we gehad. We moeten eerlijk zijn als we naar de economische cijfers kijken. Ja. We hebben ongeveer een decennium gehad waar het vrij goed ging met de macro-economie. Maar het trickle-down effect was er niet. En dan vertaalt het zich in een politieke uitkomst. Maar het heeft steeds weer een economische basis gehad. Dus Sammy wat tegen dus man also. Dat kon het chara IMF niet kon primair voor naar money. Want wanneer we los maar in een vraag gesprek zo net, het dat abra money van IMF, money van IMF. Ja, money van IMF o je. Maar aan de monif IMF los den probleem op. Ze los dat probleem op naar leiderschap voor nu. Ze ons doen en ons lukken en ons takken lukken. Op tjara konden we naar in een richting dat die. Hier en daar onder passie, te we beginnen naar een roko. We mis money, we mis kennis, we mis expertise. Dat we actie want toe maken door ons even koeien voor nu. Want we hebben ook niet alle kennis in huis. Dus we actie de mensen op ervaring. Na een feit kan los den soort structureel probleem is op voor je poen. En dat naar IMF. De kon voor je pie. En of kon voor tek akondre abra en voor bestuur akondre. Nou zo, IMF moet snap dat pas stembiljet toe. Maar IMF nog besnap dat pas stembiljet toe bestem. Na Sranaman beknap dat pas stembiljet. En na de Sranaman moest tira akondre. Maar in de eerste recht, ja, en IMF ondersteun, Wereldbanken ondersteun. Hij riep niet dat ik bij me kon en de komende 3 jaar me kon. En dan gaan we $500 miljard voor ondersteun. Maar na een moest draaien konden, een moest tira konden. Va a samenleving of vieren, je bent dat geen zo net wat. A trickle down en ga automatisch. A herverdeling moest er ook zodanig dat na een belastingmechanisme zou hebben. Een moest man tja money kon in a staatskas. Sa ek kon a staatskas tegemoet. If one man levert productie, if one man doet handel aan mijn verdiende money, en man moet pay een fair share aan de overheid. If one man pay een fair share aan de overheid, dat overheid aba plicht te aba money. Voor herverdeel aan money zo eerlijk mogelijk abra alasma, naar gelang jouw inzet. En ook gratis, naar gelang jouw inzet. En na dis ma sa usari, sa echt no abin boom. Is maar zijn om mamor. Maar uno maar liep de nabaka wana sara na maan toen op brada ngon sat. Uno maar liep de nabaka. Tja den kon ook to me. Dat we jeb den via sociale programma's. En wang de voorbeeld na. We give them money. Zodat de kan zorgen dat de tjinge gwa score. Want u sap dat het moment dat de tjinge gwa score. En de tjinge doen boona score. Op termijn zo wang ouder abin boon. Wana de serifi tjin dat. Of op een boom inkomen, of op een boom liggen. En om aan zorgen voor de ouders ook. Dus dat na, te met dat abra herverdelingsmechanisme. Sma zijn nou op funyan. Wat je hebt, je moest je hebt een sma dat je. Want als man kan gaan naar Angriberen en Rokko. Als man nog maar Rokko boom. Want je kan gaan naar Angriberen en Skoro. Je nog maar leer boom. Dus je hebt een dat je. En dat me bedoel naar een eerlijke herverdeling. En in afgiet een sma miljoen. Maar je moet maar, tijdens mijn contact van niveau, bedenk aan zorg voor de team, zorg voor de huishouden, hormonie abra voor spaar, zodat je kan doen bepaalde zaken in de toekomst. Zorg voor een boomhuisvesting voor alle desma, zodat desma kan op een precies release. Want, te weten dat abra misdaad naar inakwande. Want lof aan misdaad niet kon vanwege het feit dat we mangen, wiki we mangen, want ik tieten me aan doen over. Nou, hier ons maakt het ook nog, voor het idee. Veel aan uit noodzaak. Veel aan uit wanhoop. En ik spreek het niet goed.
Want mis op trauma ook toen abanoza kan die wanhoop, maar dat zoeken we trafasie. Maar we mogen onze ogen er niet voor sluiten dat in bepaalde situaties we een stijging zien in criminaliteit. Een stijging zien in allerlei soort misdrijf. Vanwege het feit dat een sociaal kader voor zo'n man slecht. En om je hebt de wansamaroko, om je hebt de naroko. Om creëer jobs. We gaan jobs moeten creëren, zodat de wansamaroko kan gaan naroko. De wansamaroko was daar, was te gaan. Dat maar in oroko, maar zij wan doen. Want onogie money gratis. Denk aan zijn die zijn iwan doen en zijn ikan doen, dat ook kan je hebben. Dus als ik zo naar u luister, dan zijn er twee dingen die me direct te binnen schieten, meneer Korstad. Evolucatorie bijvoorbeeld voor herverdeling voor de schalen voor belasting. Bij Weshitak, wang introductie voor belasting toegevoegde waarde ook kom. Bij eigenlijk, wang smasrif op bepaal van inkomsten en uitgavenpatronen is iedereen. Kan de agwen nyan pindakasi, maar ook nyan amerak pindakasi sa emoni man bay, sa emoni man doro. Maar dan, wansi wishtak, if i detelek voor de zo'n SRD, dalek sanlik loonbelasting sa ibe bay ino, bay moro dus eigenlijk je hoort moro moni in i saka. If u luku tak, lanti tak tak den ososang lanti abi, lanti wampot tap failing, mas masay tang in de lanti osok ba, lanti sa lukuan fasi, uso utak de baide osok iwan kompres. Dus, we zien dat er madrigal genomen worden door de overheid om ervoor te zorgen, dat a balance de, dat anososo a kwinsi e de, voor de offer sas mamuscha, ma trasi a de offer e giwan pispai ook to, tak de ichara offer dis asan e kom moro bungelijk van elkaar in, a balans dan a herverdelen. Wansan sami jere itak furu do, dat ak unom luku a monitori wa, ma miwa mekwa stap wang a baka. En miwa aksi yu fa yu erfara trajek dis futuro ja pe IMF kisra na wang kraka, fa abe de futak na nga IMF, na nga a wetenskap tak wang yarte no baka, a regering sabe de novesi, de tak na nga IMF ba, maar in principe, de bebetu, sa de be agri, sa de be mit mo van nga IMF, voor die de teka eerste tranche, en dan eigenlijk de draaide baka, doa trasani. In soort positie dat be potsra na fu dora a onderhandeling is, om moeilijk abede fu overtuig IMF, dat a leiderschap is, na wan tra leiderschap, na nga tra intensies, en na nga a daadkracht ook toe, fu daadwerkelijk tjara kondre kon afesi. Abede wa makri kisani, voor overtuig IMF en kies IMF naar je Sibaka, voor Tjare Waka? Wel, de onderhandeling is makkelijk. De onderhandeling bij de, omdat ik ga om een boem complex situatie, een boem moeilijk situatie. En ik denk dat ik kan benadrukken, omdat de metak soms naast me aan het dringen voldoende door om moeilijke situatie bij de, die hoe begin de tak in aan IMF. Je moet begrijpen, meer ook omhoog dan 20 jaar die tapas centrale bank. Dus cijfers, abra-economie, usabi. En nog nooit eten, en die zijn overdreven. En nogmaals, meer aan de politicus, dus meer tak abra-politiek, meer tak abra-puur techniek. En nog nooit eten, meer als je zo slecht cijfers, if I go om overheidsfinanciën, if I go om schuld, cijfers. Nog nooit eten. Echt waar. En misschien schrik je, want we hele tijd met een beetje de cijfers. En wie de cijfers begint komen, hoe schrik je vader? Je schrik niet, maar van wel dat dat probleem is. En dat je moest benadrukken, anders is zo'n economische mismanagement zijn vinden plaats. Maar dat COVID kon in wacht, zijn verergerd als zijn moeder. En nogmaals, ik blijf zeggen, dat is mijn persoonlijke mening, hoe nog zie je een volle effect voor COVID is. Want wat los man ons af om een team bedrijf, om een team hossels, maar last ding hossel, last ding team bedrijf. Die biggie probleem, die biggie pijmen. Hoe nog zie dat het? Hoe nog brengt dat in kaart kon het? Dus om je aan te geven dat die, hoe begin de onderhandelingen in oktober 2020, hoe allemaal hebben de optimistisch gestemd dat binnen 6 Simon Gobobar. Hoe takkie, hoe onderhandelen. Staat aan een technisch team, zij doet de berekening, min aan een technisch team, we doen de berekening, we zijn heel dankbaar, zijn de beste in Suriname voor wat dat betreft.
En ik heb ook heel veel van ze geleerd gedurende dat traject van de onderhandelingen. En attaki de bemoeilijk in eerste instantie door afvast van de Mambelukusrana. Mambelukusrana leek onbetrouwbaar. Van, maar ik teken wel een programma donderdag. Dat dinsdag de attaki no. Ja, ik moet uit dat programma. Dat van mijn vertrouwen nu. En wat ik ook steeds aan de mensen die rondom ons heen waren, de beleidsmakers, die soms ook erg boos werden. En ik kan ze begrijpen. Steeds ook erg boos werden. En zeiden van, ja, maar wij zijn niet de vorige regering. En ik probeerde steeds uit te leggen. Het IMF kijkt concreet niet naar regeringen. Het IMF kijkt naar landen. Hoe de bestuursposities worden ingevuld, of hoe het bestuurlijke wordt ingevuld, is punt 3. IMF kijkt naar landen. En IMF zegt, dit land hebben we willen helpen, of wilden we ondersteunen, maar dit land heeft ons eigenlijk voor de gek gehouden. En het was niet makkelijk in de eerste maanden. Maar door praten en steeds, maar niet alleen praten, ik moet wat dat betreft, nogmaals, we investeren hoe ze heeft naar een programma, maar men moest complimenteren wel aan de regering dat de hoofdvol en dat op een gegeven ogenblik er ook aan het IMF werd getoond van, look, we zijn er niet alleen maar in om te praten, maar we take ownership. Wat kies de klap? Wat kies de koffie? En hoe de bereid voet ik de koffie? Het gaat niet makkelijk aan toe gaan. En het is met de aanname van dit programma nu, is dat ook niet gestopt. Die klappen gaan nog meer komen. Ik moet wel zeggen dat de pijnlijkste maatregelen er eigenlijk al door zijn. Maar aan de stop het, wat heb ik doen toestaan het, voor ons deel. Maar de onderhandeling is weer makkelijk. En zij doen het weer makkelijk. Je bent op verschillende elkaar bewegende delen. Terwijl iedereen bezig is met een macrofiscaal, je denkt aan een maatregel van we beperken de uitgaven, van we verhogen de inkomsten. Daar heb je gewoon rekening ook toen aan schuld. Ja, maar schuld, dat is schuld, moest los af. Schuld is in zijn belly. Ik klaag en je zegt van, wat heb je op mij? Je hebt mijn money van nodig. Tegelijkertijd is het dat de centrale bank zou moest je ondersteunen, verzwak helemaal. Vanwege zijn aan de centrale bank in het verleden. In je pas centrale bank, je nog een liba centrale bank naar bakken. Want als je liba centrale bank naar bakken, dan schrijf je doet. Je noemt maar met de stappen vooruit zonder een centrale bank. Een centrale bank is belangrijk. Eigenlijk naar dit toe instituut, centrale bank naar het ministerie van Financiën, naar de Moestjaar, een programma. Dus je bent met verschillende bewegende delen. Daar heb je een bankensector, waar je kies, hoe je die klap ook toe van die koers, schommelingen, en dat er aan staan aan de bankensector. Dus, en dan heb je een makkelijke situatie voor alles aan in beeld. En mijn naam is Joku, en we bedanken het aan lezing van harte, dat er ondersteuning zou kiezen voor de verschillende teams. Ook toe kon man van konderen, zijn sap economie van konderen, zijn ook toe bij die hun de advies. Alleen, we hebben zo'n 50 tot 60 stuks herings gehad met allerlei maatschappelijke mensen uit de samenleving, groepen uit de samenleving, vakbonden. Maar ook het team van Lazar, dat ons heeft ondersteund. Vooral bij het gedeelte van schuld. Het helpen met het in kaart brengen van de schuld. Voornamelijk de private schuld. Dus de schuld met wat we noemen de Oppenheimer bondholders. Alle mensen dat ondersteunen. Zodat de onderhandelingen uiteindelijk monden uit in een staaflevel agreement, dat net op staafniveau. Dus Milik hoofdonderhandelaar Fusranam, Nanga hoofdonderhandelaar voor IMF Ali. Door een punt bij Utaki. Abra een pakket die ze ook kan komen tot overeenstemming. Dat is in april gebeurd. En bakken april eigenlijk, dat we een toekomstige stap ben tekenen voor dat ook kan door abort te proeven. En hoe tek den stap? Lekker onder. Hoe tek den stap? En tijdens een vergadering voor IMF, alle 23 traditoren zijn vertegenwoordigd aan heel groot takken, alle 190 kunderen voor IMF. Allemaal takken unaniem. A vast aan dan tegen de stap. Nooit eten de noshipen van kunderen. Voldoen aan alle eisen binnen vastgestelde tijd en a kunderen nog kies een programma direct. Dat duurt
ongeveer 18 mongfos akwondrik is aan boord. En midden 6 jaar in aan boord voor IMF. En dit is nou voor het eerst met mij mee open. En tiede, lek chinkondre, aan het gebeuren, want de maak van bepaalde hiërarchie in een organisatie. Dat amoro hisma voor een organisatie. En dat nou een vrouw, mevrouw Kristalina Georgieva. Dat een vrouw dat tegen Alamati de niet alleen een vergadering voor Sranati de. Omdat me de onder de indruk voor zijn Sranam le kondre. Doe Alamala voor door appendice. En dat ben de one biggie marki. Omdat mevrouw Kristalina kies stap in Tafra. Baka om een discussie, ik kies stap in Tafra, ik kies voor Sranam. Pe u tegen dat lukou. Alassanu dukba. Ef u no kies aproframa disi. Ano de one blamanche gi u no le kondre. Dat agron tapu mou sabi. Maar ook de andere mensen die jou de organisatie. Omdat je moest confronteren agrontapu zeden met akkondre nog kies programma. En je kan tegen agrontapu akkondre nog voldoen aan deze. Maar dat je bureaucratie na een feit dat bepaalde voeden regels aan jou hebben. Nee, kon in vergelijking naar een praktijk. Nee, kies akkondre nog kies programma. In een pisting zou akkondre nog kies programma. Dus nogmaals, het zijn plechtige meetings, de board meetings in de executive board van het IMF. Ik vertegenwoordig Suriname in beide boards, zowel IMF als de Wereldbank. Het zijn heel plechtige meetings, heel geheime meetings, dus ik kan ook niet veel vertellen, veel detail vertellen over het moment zelf. Maar wat ik wel kan meegeven is dat er een unanieme geest was in de verklaringen van de 23 andere directeuren. Het zijn 24 directeuren, maar onze directeur, dus waar wij onder vallen. Wij hebben een ander soort statement gemaakt, een statement geschreven namens de autoriteiten. Trouwens, u zult dat ook zien in het pakket van documenten die morgen wordt gepubliceerd, de staafreport. Dus we zijn nu bezig even pagina voor pagina weer na te gaan. Is het document van ongeveer 10 pagina's. Of er nog kleine fouten in zitten, zodat de publicatie morgen heel vlot kan verlopen. Vanavond hebben we de persrelease doorgefietst. En we hebben zo net onze groen licht gegeven aan het publiceren van de persrelease. Dus we moeten zo meteen moet de persrelease op de website van het IMF zijn. Maar nogmaals, het is geen makkelijke 4 maanden geweest. Vooral de ongeveer 8 maanden na april, na 29 april 2021. Die zijn zeer zware maanden geweest. En ik bedank iedereen die een enorme bijdrage heeft geleverd aan in elk geval aan het tot stand komen van de goedkeuring van dit programma. Fos mi lipiu masra ekors, ete tusan desa miwa aksi. Miwa aksi, asta peplan, want no udoro ja pe IMF tak abung. Mo langawa anugi, ilofa yu e pura nadruk fu asensi, e yu e pota nadruk moro tap, metodika, nanga sansa muste emplis, afasfa umfola kapat sa umwaka, so dat abratiari, uka lukus refidota oki, asansa ekonomia edu, so we gwent ala den 40 jari dis, tak, wan partee open, wan partee saken, wan partee open, wan partee saken, we yutak no stelsel matog, unsuku wan fasi, pe uka mek wan pasi, pe engelik, wan steeds tegen de trend ekon en, ano tak ude in wan spiral, of wan golf, egualok tu esaka. Sang na astapa plan sa sarana musvolog, no, di IMF tak abong, Luko, mide eens, ja, mi approval, World Bank, kon IDB, kon, ding, de investeerder, kon. Wat is het stappenplan? Het stappenplan begint natuurlijk met het uitvoeren van de maatregelen zoals die nu staan in het programma. En daar kijken we dan naar stappen die al op dagbasis genomen moeten worden. Op dit moment praten we en er wordt op de achtergrond een MOU klaargemaakt. Het is al af. Er moesten nog wat kleine
zaken eruit, of wat kleine zaken erin moeten worden aangepast. Maar morgen komt het op tafel terecht van de twee monetaire autoriteiten om een goedkeuring aan te geven. En die MOU gaat over de rol, de verantwoordelijkheden van het ministerie van Financiën en de Centrale Bank binnen dat programma. Wat zijn hun verantwoordelijkheden? Wat wordt van ze gevraagd? En het zijn dan niet alleen maatregelen die ze moeten uitvoeren, maar er is ook een enorme pakket aan cijfers dat moet worden gestuurd, steeds moet worden klaargemaakt en moet worden gestuurd naar het IMF. En ook voor onszelf, voor de monitoring van dat programma. Los van dat pakket aan cijfers dat gestuurd wordt naar het IMF voor monitoring, is er ook een MOU getekend tussen Centrale Bank en Financiën om onderling ook data uit te wisselen, om zo goed mogelijk zich van hun taken te kunnen kwijten binnen dat programma. Dus dat zijn zaken die al direct morgen beginnen te lopen. Waarom heb je deze zaken nodig? U heeft aangekondigd dat het gaat om 688 miljoen Amerikaanse dollars verspreid over 36 maanden, 3 jaar. Maar het is niet zo dat die 688 miljoen gewoon gegeven wordt. We hebben nu getekend, dus ja, dus alle jaren de mogen 150 miljoen, 150 miljoen. Nee. Die 680 miljoen is gekoppeld aan performance. En die performance, de performance criteria worden getoetst. Voor elk kwartaal is vastgesteld wat moet worden zijn behaald aan het eind van het kwartaal. En dat is niet omdat we elkaar willen pesten of dat we streng willen zijn aan elkaar. Maar als we aan elkaar zeggen dat we binnen 36 maanden de economie al op een bepaald pad willen manoeuvreren, zodat we al heel snel de positieve uitkomsten van deze maatregelen kunnen zien, dan moeten we ons houden aan een strak programma, een strak pad. Eerste kwartaal willen we dit halen, dan moeten we het ook halen aan het eind. En als we het niet halen, dan moeten er grondige redenen zijn, onderbouwde redenen zijn, beargumenteerd waarom we het niet, en verifieerbaar waarom we die niet hebben gehaald. Kunnen we altijd met het IMF praten over, als we nog 1 maand of 2 maanden krijgen, kunnen we dat ook hebben afgerond. Dus dat is wat elk kwartaal gebeurt. Elk kwartaal eindigt dan met wat we noemen ook zo'n staaflevel agreement, waar we op staafniveau weer met elkaar gaan zitten en zeggen van luister, nou, dit hadden we afgesproken voor het afgelopen kwartaal. Hebben we dat gehaald? Ja. Dan komen we overeen dat Suriname eerste review is gepasseerd. En dat dan de tweede tranche uitbetaald kan worden. En we kunnen starten met de tweede fase van dat programma. En dat gaat weer zo door elk kwartaal. Voor elk kwartaal zijn er maatregelen. In wat we noemen die staaflevel agreement zijn er maatregelen opgenomen. In het eerste kwartaal moet je dit en dit hebben gedaan. Ik kan bijvoorbeeld aangeven dat voor het eerste kwartaal we hebben aangegeven dat bepaalde financiële wetgeving af moet zijn en naar de assemblee moet zijn gestuurd. Een van ze is bijvoorbeeld de vernieuwde centrale bankwetgeving. Dat al in concept gereed is. Wijzigingen zijn erin doorgevoerd. Hij is in concept al gereed. En we hebben aangegeven dat per januari die wet richting de assemblee moet. En zo zijn er andere zaken die zijn afgesproken voor het eerste kwartaal. Andere dingen hebben te maken met belastingen. Belasting op toegevoegde waarde. Daar zijn er ook afspraken van hoe bereiken we het punt van introductie van die belastingtype in juni. In juli. Nu al worden er maatregelen getroffen. En die maatregelen worden stapsgewijs gevolgd. Van in het eerste kwartaal moet je dat rond hebben. Anders haal je juni niet voor introductie van, voor uitrollen van belasting op toegevoegde waarde. En zo is er een scala van maatregelen die we moeten doorvoeren om in aanmerking te komen voor positieve afronding van de review, zodat we verder kunnen met de volgende dingen die gedaan moeten worden. En bij dit alles, als ik dit nog even mag meegeven, ja, ja. IDB heeft
zich geconfirmeerd aan het IMF-programma. Dus IDB volgt wat gebeurt in het IMF-programma. En heeft haar programma voor Suriname gekoppeld aan het IMF-programma. Dus het moment dat we nu, nu goedkeuring hebben gehad voor wat betreft het IMF-programma, dan zullen we ook van het IDB morgen of de komende week horen dat het IDB ook voor Suriname een bepaald deel van dat programma goedkeurt en dat daar meteen kan starten. Terwijl we praten wilde ik doorgeven voor zij die dit live volgen, maar ook zodat u dat weet, dat de press release vanuit het Internationaal Monetair Fonds al is geweest en dat ook de press release vanuit Suriname al is geweest. Dus aan zo prati, aan zo confirmeren, aan zo mek hard, tak disning en na zo zitting. Daarmee actie DC. Voor konakba voor attack is op ja. Abigiman tak bakawa yari dosa shi peode. In je verwachting, want ano noye doas aan dis masra ekors. Peode bakawa yari en eigenlijk moro belangrijk. Sa was makantu voor me kens ref geriet. Want ude na bafa yari dis en elke aan het einde van het jaar. Dan hebben wij als mensen, we hebben goede voornemens altijd, dat ja, jari die zei kom, neem doe die, neem doe dat die. Dat na mooi van voorhang, bah voor jari. Nu noem ik bah usaptak 2022 ook al aan, bah. Dus om mooie mensen te hebben, nu noem ik bah om mensen spreken, hoe verwachtingen uit, dan gaat hoe voornemens, zou hoe die van plan voor doen. Dus mijn actie want twee leden gevraagd, va je denk tak bah qua jari, akondre was hij eruit, economisch wise, en va je denk, vooral, de minder draagkrachtige, de minder bradisch koeruwen. Kastel de schrift op voor zorgen dat na einde van 2022 ding survive en de meke moro fara de meke wansan voor de schrift. De tja de schrift go, want tien stapje moro fara tapaladar. De hoop in het kader voor een herstelplan. Ook toen de aangegeven dat vooral de tjuan, vooral de minder krachtige. Papuan Biggie, van mijn takking. Afvoeren aandacht binnen aangesteld. Dan aan ik ook zo om de conventioneel, dus om de bestaande instrumenten, zou Abigba voor die steun, zoals AKB, AOV, maar ook Toetra steun, ik kom in place, aan ministerie voor sociale zaken, ook toe op een rol binnen het IMF-programma en ook toe op een plan klaar, aan ministerie voor binnenlandse zaken ook toe. De plannen klaar, ik ben voor vader vangen de klappen op, vader je de minder draagkrachtige smaak, vangen de klappen op. Dus vanuit de kant van de regering, dat dit in voorbereiding, samen met IDB, bepaalde plannen en put in place nu van we vangen de standaard op. Vanuit de smaatschrijving die kan takken het beste dat mensen kunnen doen is letten op hun bestedingspatroon natuurlijk. En bepaalde smaatschrijving kom je vreemd dat ik van jou samen zeg wat heen. Je let op je heel liefde wat op je bestedingspatroon. Gelijk. Maar sta je wel tegen de smaatschrijving. En dat was makkelijk eerste half jaar zouden we tegemoet. Omdat we toen maatregelen moesten stikken. Maar even man let op een bestedingspatroon. Bijvoorbeeld, miskreeg je niet meer dat ondanks prijzen voor olie stijgt. Dat Strandnang gebruikt 12 miljoen liter more olie dan die prijs bij more lagen. Dus dat soort zaken moeten we even op gaan letten. Weet je? En daar heb ik het niet over de feestmaand of december. Want daar kan je mensen niet echt dwingen om echt te gaan letten op een bestedingspatroon. De mensen hebben het heel jaar door strak beleven geleid. En verdienen een beetje meer uitbundigheid in de decembermaand. Maar ook daar kan je vragen, want het is een bijzonder jaar dat we betreden. Dat die uitbundigheid er mag zijn. Maar ook toch misschien anders dan wat we vorige jaren hebben gekend. Dat we misschien iets minder uitbundig
dit jaar afsluiten. Natuurlijk altijd leuk blijven maken met vrienden en familie. Het volgend jaar ingaan. En dat niet normaal beloofd, maar omdat niet aan het beleid maken. Maar als je een programma in VAD, dan niet een brief. En niet een brief stellig, anders moet je onderhandelen naar de IMF. Voor een programma. Niet een brief stellig dat tegen A1, terwijl door A1 voor 2022. Dat we op een mooie betere einde 2022, dat zou Usabi 2022, sorry, dat zou Usabi in 2021. En, maar natuurlijk, niet het leiderschap is belangrijk. Leiderschap is belangrijk. Leiderschap is een bepalende factor. In SAIPSA de komende tijd. En natuurlijk de technisch massa moest ondersteunen aan leiderschap. De technisch massa dat hij nog op nog voor voeding. Soms na was maar het voor VVSANI. Vaak ook die aanschrift salaris. Dus niet ook toe een actie aan de regering van deze plaats. Hoe taalwaard dit is maar dat hij. En moet je meneer Roosveld, meer ook wel lange ambtenaren, heel belangen. En nog steeds niet zo goed is ambtenaren, maar normaal vinden. Dus dat ik naar Smassa er ook een boel dragen. Er zullen wel hier en daar een paar zijn die misschien minder hard hun best doen. Maar de wanneer is Sami ook al de jaren in Smassa. Ondanks het feit dat een salaris zouden kiezen. Die veel minder dan de prestaties zouden leveren. Dus maar er ook 12 naar 13 uur per dag. En nog even. Ik kan sorry denken. Allerliefste met deze rana mensen doen naar na massa er ook op sa 5 euro naar 6 euro met die. Zoals met goede liefde en 6 euro met die tapkantoor. En dat is maar de tapkantoor. Dus, nogmaals, het technisch kader zal versterkt moeten worden. We zullen meer mensen moeten aantrekken. Maar we moeten de mensen ook veel beter gaan betalen als we de mensen willen behouden. Want ik kan u zeggen, de hoge mate van specialisatie die ik heb gezien bij de mensen, maakt heel wat landen en instituten in het buitenland jaloers. En kijken ze en zeggen ze, als ik deze mensen in mijn gelederen kan hebben, zou ik heel blij zijn. Want ze hebben niet alleen maar die technische kennis, maar ze hebben ook die praktische ervaring, waarin ze die technische kennis al hebben kunnen omzetten en bewezen. Dus wat lof is, maar die zie, om doe alles aan voor woorden, maar die zie. Dus wat lof is. Dus nogmaals, ik ben hoopvol gestemd. Ik denk dat we maar sluiten 2022. Abraham Ayari met leven en welzijn natuurlijk. Wat doen we met leven en welzijn ook kan sluiten af 2022. Stukken beter af dan als we sluiten af 2021. Dan ben ik Masra Eckhorst. Dan ding kring boskopusa Masra Eckhorst. Taki. Ook na akba voor programmadis, meneer Eckhorst. Dank u wel. Ook na akba voor programmadis. Pe ubegreep tak in principe na wa ling was matroe gudu beda watra wa reddingsboei sowat en om klampu vast na reddingsboei is har gua shoro sodat a einde van traari lek van masra ekorsta ka mooi moro a einde van jari is voor het geval unomiti luku yusrefi luku desmanai lontu tampung psaden fiesta di yuan fasi in besef tak u kan mekus ref klaar ki a mooi jari sa den ofesi en tak u kan piki den fruktu fu de offers sa we chano. Abos kopu altijd na lobby. Bedankt voor het kijken.